Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij de Allemaal Draadjes podcast nummer 23. Het is vandaag maandag 22 mei, maandag 22 mei. En het is eigenlijk nog vroeg in de ochtend, het is 8:30 denk ik, nee zelfs nog niet. En ik moet zobiet nog gaan werken, maar ik dacht, ik neem toch nog even eerst dit filmpje op, want het is al zo lang geleden. Hier ben ik weer, ik denk dat het ja, toch wel 2-3 weken geleden is. Maar het is er eigenlijk gewoon nog niet van gekomen. De eerste week na mijn vorige filmpje had ik op zich wel tijd, maar had ik niet zo heel veel gehandwerkt. Dan was er privé een beetje aan het spelen, waardoor het er niet van gekomen is en dat ik eigenlijk ook niet echt in de mood was. En het voorbije verlengde weekend zijn mijn man en ik er eventjes een paar dagen tussenuit geweest. En dan had ik er ook geen tijd voor. Gisteren was ik wel thuis, maar dan had ik andere dingen te doen. Dus ja, doe ik het vandaag. Het lijkt erop dat eindelijk een beetje de lente is begonnen. Vorige keer, weet ik niet of jullie nog weten, zat ik buiten. Dan was het nog een beetje kwikkelkwakkel weer. Nu vandaag, maandagochtend, heeft de zon er ook nog niet zoveel zin in. Maar dat komt tegen strakjes wel goed. Dus het kan zijn dat het hier een beetje donker is. Ik heb de indruk dat het precies wel meevalt op camera. En ja, zullen we er eens in vliegen, hè? Het eerste. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel verschillende dingen. Jullie zijn denk ik meer gewoon dat ik heel veel verschillende dingen heb. Maar dat is nu niet het geval, ondanks het feit dat er heel veel tijd tussen zit. Ik heb ook niet zo heel veel gehandwerkt. Ik ben eigenlijk ook volop in de wandelmood. Dus daar kruipt per week toch wel wat tijd in. Ik ben begonnen met gewoon ja, rustig te wandelen. Maar ik kan de dingen moeilijk een beetje op een normale manier doen. Ik heb soms ook wel graag een beetje uitdaging. Dus ben ik veel aan het wandelen. Het is ook zo dat op 8 oktober dit jaar is het de Refugee Walk in en rond Antwerpen. En dat is 40 kilometer. En daar wil ik heel graag aan meedoen. Nu, je kan ook kortere stukken doen. Want 40 is misschien wel heel overdreven met mijn verkreukelde voeten. Zoals ik al wel eens gezegd heb, denk ik. Het voorbije jaar wat gestruggeld met ontstekingen aan mijn Achillespezen. Nu, dat is niet nieuw. Dat heb ik al van mijn 20ste dat ik daar toch wel wat mee worstel. Dus wat dat maakte dat ik eigenlijk vorig jaar half... De laatste helft van vorig jaar ik echt heel veel pijn had bij het stappen. Dat is gelukkig heel wat beter. Het is zeker nog niet voorbij. Maar 40 kilometer is misschien wat hoog gegrepen. Maar de helft zou misschien toch wel moeten lukken. Maar dat maakt dat ik nu vol een bak aan het wandelen ben. Ik heb daar echt heel veel deugd van, ook mentaal. Geeft dat heel veel rust. Buiten zijn. Ik probeer ook echt in het groen te gaan wandelen. Ik woon in de stad. We hebben hier jammer genoeg niet zo heel veel groen. Maar het... een heel klein beetje en daar wandel ik mijn toertjes. Dus daar kruipt wel heel veel tijd in, waardoor dat jullie er een beetje overschieten. Maar ik probeer toch ook tijd te maken voor jullie nog. En dan maakt dat ik ook iets minder handwerk. En het leven is op dit moment precies gewoon even een beetje drukker dan anders. Ik heb ook al wel eens 's avonds dingen te doen, waar ik ook wel tijd in wil steken. Dus het zij zo.
Maar ik ga jullie... Ik heb ook niks af. Ja, ik heb eigenlijk wel iets af. Jawel, jawel. Ik heb eigenlijk wel iets af. Ga ik daarmee beginnen? Dat ga ik straks laten zien. Ik heb wel iets af, maar niet iets gebreid af. Ik ben met een aantal dingen bezig. Die kan jullie... Die ga ik aan jullie laten zien. Amai. Mijn dochter zou zeggen, mijn woorden worden niet. Dus, maar dat komt wel goed. En ik heb ook genaaid en ik heb nog een paar klein dingetjes gekocht. Daar vertel ik jullie trouwens ook nog meer over. Maar ik ben natuurlijk bezig met mijn festive yoke sweater van Skeindeer Knits. Ik ben daarbij aan de bovenkant begonnen. En ik zit ondertussen eventjes zo achter het hoekje piepen. Ik zit ondertussen hier. Ik heb ook de sneeuwmannetjes gebreid. Ik heb hartjes gebreid. Ik heb rendiertjes gebreid. Sneeuwvlokjes, rendierhoofdjes. Nog andere hartjes. Kerstbomen en nog sneeuwvlokjes. Ik heb eigenlijk altijd een sneeuwvlokje of een hartje. En zoiets meer abstracter en dan wat meer figuratieve dingetjes. Dus sneeuwvlok, kerstboom, hartje. Rendier, sneeuwvlok, rendier, hartje, sneeuwman. Hij lijkt nu heel lang, maar hij is een beetje smal. Hij is vrij aansluitend, dus ik wil hem vrij lang maken, zodanig dat hij toch heel mijn lichaam bedekt. Dat is wel net zo fijn. Ik wil deze ook niet te kort maken, zeker niet cropped. Hij is ook helemaal niet cropped. Omdat het zo aan een lekker warme trui is. En als je iets cropped hebt, heb ik nog altijd het gevoel dat er zo wat koude lucht langs onder aan mijn buik kan. En dat vind ik niet zo fijn. Ik moet hem nog een keer passen om te zien of dat ik toch nog een... Ja, wat ik nog ga doen. Je hebt hier ook altijd zo een rijtje tussen de verschillende figuurtjes. Ga ik nog zo'n rijtje doen en dan de boord. Ga ik nog een rijtje doen en toch nog een sneeuwvlok. En dan de boord, dat hangt een beetje vanaf. Ik heb hem nog niet gepast. Hij ligt nu ook al een tijdje terug in mijn opbergbak. Omdat ik het deel voor mei klaar heb. En pas in juni ga ik hier terug aan verder werken. Maar het blijft nog altijd een hele toffe om te doen. In juni zou ik graag het lijf klaar hebben, dat ik in juli aan de mouwen kan starten. En dan heb ik juli, augustus, september, oktober, november. Dan heb ik nog 5 maanden eigenlijk om de mouwen. Dat lijkt mij meer dan genoeg tijd. Al weet ik niet of dat ik in augustus heel veel tijd ga hebben om eraan te werken, omdat we dan op vakantie zijn. Oh, wat een fijne gedachte. Dat ik binnenkort op vakantie ga. Ik ben net op vakantie geweest. Maar dat was maar kort. Dus dat telt niet. Een beetje. Dus ja. Ik doe eigenlijk... Is dit ook een kal georganiseerd door Edna. De grote garenwinkel. En die hebben de hashtag winterklaar breien. Maar nu, ik heb hem eigenlijk zelf nog niet gebruikt. Om de een of andere reden heb ik weinig zin om foto's te maken en op Instagram te zetten. Ik weet niet goed waarom. Ik heb altijd zo het idee dat het licht niet goed is. Of dat ik er geen tijd voor heb. Of dat het toch niet uitmaakt. Maar ik laat het hier zien. Hè. Dus winterklaar, brei maar. De festive yoke sweater. En het is eigenlijk de bedoeling dat hij tegen 1 december klaar is. Nu, als hij vroeger klaar is, dat is ook goed, dat mag ook. Want ik denk 5 maanden voor alleen mouwen, dat is er misschien een beetje over. We zullen zien. Ik brei eigenlijk ook wel graag mouwen. Dat gaat zo goed vooruit. Zo in het rond. Oké, dus deze die gaat subiet nog heel eventjes terug in zijn slaapplekje tot juni. Ah ja, misschien ook nog het garen dat ik hiervoor gebruik, is de Holst Garn Supersoft. Dat is een 100% merino garen. En ik brei dat dubbel draads, want dat is echt heel fijn garen. En
met heel fijn bedoel ik heel dun, maar het is ook fijn garen, ook leuk garen om mee te werken. En het grappige is, als je dat wast, dan, ja, dan komt dat eigenlijk pas echt tot zijn recht. Nu is dat precies zo nog stug en niet aangenaam. Ik heb er ook een t-shirtje van gebreid en dat is echt... Ja, ik draag dat echt zo graag. Ik zou dat gewoon niet meer willen uitdoen. Dat wordt echt lekker zacht, heel aangenaam. Ik heb het ook de voorbije dagen gedragen op de fiets. Het was nog een beetje een koude wind. En dat gaf zo toch nog net een beetje warmte. Maar van het moment dat het toch wat warmer werd, ik heb daar ook totaal niet in gezweet of zo. Dat wordt echt fijner. Hoe meer dat je dat draagt, hoe fijner die stof wordt op de een of andere manier. Echt heel vreemde... heel fijn, maar... Ja, dat is toch wel raar, want je denkt een stof is een stof. Maar die holstgang verandert nog met het dragen en het gebruiken. Dus ik hoop dat dat met deze trui ook gaat gebeuren. Dat die ook lekker zacht en fijn om te dragen gaat worden. Nu vind ik ze nog een beetje stug. En heb je zo het idee van... ja, ik weet het niet. Maar dat betert echt wel. Ah, de kat is er ook. Ik weet niet of jullie ze gehoord hebben. Dus deze. Oké, en dan heb ik ook... En nu ben ik vergeten, maar ik zet het daaronder. En even vergeten wie dat de ontwerper is van het volgende. Het is iets nieuw trouwens dat ik heb opgezet. Onverbeterlijk, hè, Ike. En het is eigenlijk... Ik ga beginnen bij het begin, hè. Maar wat is het begin? Opnemen op maandagochtend is precies toch niet zo'n heel goed idee. Maakt niet uit. Ik had vorig jaar op de handwerkbeurs in Zwolle zo een koker gekocht met allemaal minis in bij Sheep Yarns. En ik wou daar eigenlijk, was de bedoeling toen, om daar een sjaal van te breien. Maar ik dacht, ik was zo aan het denken en ik denk, oh, maar ik heb al zoveel sjaals. En ja, wat gaat de meerwaarde van deze sjaal zijn? Dat zag ik zo niet echt. Dus ik denk, eigenlijk wil ik daar liever een t-shirtje van maken. Maar ja, dan moet je een patroon vinden waar je zo allemaal verschillende kleuren minietjes kunt in gebruiken. En... Ik vind daarvoor Ravelry echt fantastisch. Als je bij filter, als je op de website en je gaat bij filter, dan kun je echt, ik weet niet hoeveel dingen aanklikken, 20 of zo, en dan krijg je echt een selectie van de dingen die jij wilt. Dus je zegt daar bijvoorbeeld het soort kledingstuk dat je wilt, of dat je wilt breien, met welke naald dat je wilt breien, met welke garendikte, hoeveel kleuren dat je erin wilt. In welke taal, of dat je een gratis patroon, of dat je een betaald patroon. Je kunt daar echt 100 dingen in aanduiden. Nu, 100 is misschien wat veel, maar toch heel veel. En dan krijg je echt een selectie van je vraag, van hetgeen dat jij wilt. Dus ik had dat allemaal ingegeven. En ik had een heel aantal t-shirtjes gekregen. Ja, met de dinges dat ik wou. Hè, met mijn filter dinges. En daar kwam dit patroon uit. En het is eigenlijk een t-shirtje gemaakt, ontworpen voor een adventskalender. Ik denk voor die van Wol met Verwe, maar ook dat ben ik even kwijt. En het is allemaal in streepjes gebreid. En ik vond dat zo tof, ook met van die... Vleermuismouwen noemen ze dat zo. Dus dat is toch aan een beetje schuin. Dat is iets wat ik ook wel heel graag draag. Het gaat niet echt een t-shirtje zijn, maar het gaat zo ook niet echt een truitje zijn. Maar iets ertussenin. Maar wel iets dat je zo... het is zo zomer, of bijna zomer, en je moet 's morgens met de fiets naar je werk... Maar het is zo nog net te fris om in je t-shirtje zonder mouwen. Nu niet dat ik ga werken in een t-shirtje zonder mouwen. Was wat. Maakt niet uit.
Je moet op de fiets en het is nog te fris voor een t-shirtje zonder mouwen en je wilt nog iets extra bij aandoen. Ik ben zo nogal een laagjesmens. En dan, maar je wilt ook niet een jas aandoen, want een jas op blote armen, dat voelt niet tof. En je wilt ook niet zo een dikke gebreide pull aandoen, maar iets luchtig, lekker. Daarvoor is dit. Voor zo 's morgens of 's avonds. Je gaat 's avonds het terrasje doen en het is nog warm en je zit daar in je t-shirtje zonder mouwen. En het begint een beetje af te koelen. Dan kun je dit t-shirtje daar perfect over handelen. Jullie beginnen benieuwd te worden. Ik voel het. Ik ga het laten zien. Dat is eigenlijk hetgeen waar ik nu het meest naar gewerkt heb. Omdat zo die streepjes in al die kleurtjes, dat is echt zo tof om te breien. Dus ik ga het laten zien. Maar ik bedenk nu ineens dat ik weer al in de helft van een priem zit. Echt waar. In de helft van een naald. Ik denk dan s'avonds, ik ga nog één naald breien. En eigenlijk ben ik toch te moe. En dan laat ik het liggen. En ja, je kunt het hier al een beetje zien. Het is ook een heel grappige constructie. Want je begint wel van boven. Maar je breidt het toch apart. En eigenlijk toch ook niet. Maar ik vind het wel heel geniaal bedacht. En wat ik nu ga laten zien, is eigenlijk officieel de achterkant. Maar ik denk dat ik die toch als de voorkant ga nemen. Zo. Dus dat is het. Eigenlijk is het jammer dat ik nu geen foto erbij kan doen. Zou ik er nog een foto kunnen bij doen? Dat weet ik niet. Ik kan het niet beloven. Maar je ziet, en in het midden, allee, tussen de dingen, is er nog een extra kleurtje. Die ga ik jullie subiet laten zien. Heb ik die hier gelegd? Ja, ik heb hem hier gelegd. Heb ik in het lichtgrijs, zit nog een extra dingetje. Maar je begint eigenlijk met deze streep. Deze streep was mijn eerste streep, denk ik. Nee, ik ben mis, sorry. Ja, deze streep was mijn eerste streep. Dan breid je daar eigenlijk die schouders aan. En dan breid je dus, hé, dat was de achterste streep, en dan breid je die streep hier, die voorste streep. En dan ga je eigenlijk om en om de strepen breien. Dus er zit altijd een deel, zoals dit, zit nu te wachten. En hier aan deze kant ben ik nu bezig. Maar je ziet, ja, ik zit dus in het midden van een naald, waardoor ik het natuurlijk helemaal niet zo goed kan laten zien. Misschien moet ik toch op Instagram een foto zetten. Zo. En dan krijg je eigenlijk een grote lap met een gat erin. Zo, daar moet je hoofd door. Dus dat is het idee. Ik kan anders zien als ik het nu zo. Maar dit is eigenlijk officieel de achterkant, hè. Zo. Zo. Dat is eigenlijk het idee. En dan komen er natuurlijk nog boorden aan. En dan heb je de mouwen, die ik nu helemaal niet zo goed kan zien. Dat gaat waarschijnlijk ergens dichtgemaakt worden. Dat weet ik nog niet goed hoe dat wordt gedaan. En nu ben ik eigenlijk zo... Ik zit niet in het midden van mijn scherm. Ben ik nu eigenlijk zo aan het minderen voor het lijf. Er moeten in totaal, denk ik, 11 strepen. En ik heb er nu 6 of 7. Eens even kijken... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus ik zit nu ongeveer in de helft van, van het achterpand is dit. En bij het voorpand ben ik bezig met kleur 7. Dus, maar de kleurtjes... Kan jullie de kleurtjes allemaal rustig laten zien? Dat is echt geel-oranje. Deze kleur was niet van Sheep Yarns, maar die heb ik op de handwerkbeurs in Zwolle zelf geverfd bij Draadkracht. En dan roos met een beetje paars tussen, nog roos. Ook deze is die zelf geverfde.
En aan de andere kant heb ik eigenlijk wit met wat roos, wit met roos en paars en een beetje blauw. Dat is ook weer mijn zelfgeverfde. Hier heb ik een beetje gebroddeld. Hier zit weer meer blauw, maar ook nog altijd een beetje roos en paars. Hier is echt allemaal blauw en nu ben ik terug met de zelfgeverfde bezig. En dat is deze. Ja, het is een beetje een rommeltje. Ik kan hem er wel uithalen. Zie. Zo, dat is deze. Vooral roze en paars en een heel klein beetje toefje. Af en toe is een spiekeltje geel daartussen. Zoals hier. Ja, zo. Dus, en ik doe eigenlijk altijd twee strepen van de sheep yarn en dan één streep van mijzelf. Deze zat niet in de koker, daar ga ik ze biedt even iets over vertellen. Maar in de koker zaten ook nog deze en deze. Ik weet niet wat de kleur... Dit is eigenlijk groen met een beetje blauw nog bij... Zoals je kan zien. En dit is eigenlijk groen. Maar een beetje meer naar de gele. Ja. Nou, ik pak het eigenlijk niet. Het is echt veel mooier. Groen met ook nog een beetje geel. Dus deze komt nog onder het geel. Ah, hier komt eigenlijk eerst nog een streep van mijzelf geverfd. En dan deze. En aan deze kant komt dan... Nog. Komt dan nog deze erbij? Nu zul je zeggen, dan heb je toch nog niet genoeg strepen. Dat klopt uiteraard wel. Ik heb ook nog. Die zijn ook van sheep yarn. Die heb ik daar toen ook gekocht. En die gaan daar ook nog tussen komen. En die groene van de schouders, die zat hier eigenlijk in het midden bij. Nu, wat moet je ook nog doen als je ticht maakt opzij, hè, onder de armen, komen ook nog panelen, zoals de schouderpanelen. En die ga ik waarschijnlijk ook in dat hele felle groen doen. Ik zal hem er even bij pakken. Dat is eigenlijk dit kleurtje. Ja, leek me wel tof. Het is echt super zacht en fijn garen. Dus ik denk dat het een heel fijn t-shirtje, truitje gaat worden. En dit is trouwens het kleurtje dat ik de lijnen ertussen aan het doen ben. Heel neutraal en heel rustig zodanig. Omdat de kleuren van de lijnen, van de strepen, zijn eigenlijk al heel fel. En ik vond deze eigenlijk perfect om erbij te doen. Om echt een heel rustig... een rustig effect te hebben. En ja, als ik hiervan over heb, worden dat zeker ook nog heel toffe sokken. Geen idee welke. Ik heb natuurlijk mijn boek van 52 Weeks of Socks, waar dat erin staan, waar dat die heel mooi gaan zijn met dit garen ook nog. Zo. Eigenlijk heb ik maar enkel aan die twee projecten gebreid. Ja... Misschien nog een heel klein beetje aan mijn cactus sokken. Die ga ik er nu even niet bij pakken. Maar ik weet niet meer of ik die vorige keer nog heb laten zien of niet. Maar ik denk niet dat ik daar nu aan gewerkt heb. Het enige dat ik nog wel heb gedaan, en dat is eigenlijk tegenover breien, dat is mijn Love Note sweater. Die heb ik... Die had ik vorige keer laten zien dat ik hem toch niet goed vond. Dus ik heb de mouwen eraf gehaald. En ik heb ook een heel stuk van het lijf uitgehaald. En ik heb er hier nog een bolletje aan hangen. En jullie denken misschien, Joke, waarom zit die steekmarkeerder daar? Maar als je een steekmarkeerder rond je draadje doet en dan klikte die vast aan een aantal draadjes... Kan ik het laten zien? Ja. Rond een aantal draadjes, dan rolt hij niet af. Dan blijft hij hangen. Vandaar die stekenmarkeerder. Heel handig.
Zeker als je een project hebt uitgehaald, maar gaat er nog niet direct aan verder breien, dan is dat prima. Zo. Dus dat ligt te wachten om verder te doen, maar ja, ik heb daar precies nu even geen zin in. Ik ben nu zo met mijn t-shirtje bezig en ik heb het idee dat dat eerst af moet. Oké, dan had ik ook een aantal dingen afgewerkt. Niet een aantal dingen, ik had ook iets afgewerkt, maar dat was geen breiproject, maar het is een naaiproject. Ik had nog wel wat stof over van een t-shirt met lange mouwen dat ik in de winter had gemaakt. En ik dacht, ja, dat is zo jammer om die stof weg te doen. Maar er was ook niet meer genoeg om echt nog een t-shirt of een truitje of zoiets van te maken. Dus ik heb daar een topje van gemaakt. En het is eigenlijk... Het is van Itch to Stitch. En ik ben nu ook even de naam kwijt. Ja, nou, maakt niet uit. Het is alleszins een topje met een met je racerback. Ik had eigenlijk een tip gekregen van Dutch Wool Diva. Die heeft een tijdje terug 5 naaiprojecten, gratis patronen, 5 gratis breipatronen en 5 gratis haakpatronen van kleding, denk ik, elke keer. Vertelt in haar vlogs of in haar podcast. En deze zat ertussen en ik dacht... En ik wilde eigenlijk al lang... Ik wilde eigenlijk voor de zomer met deze stof een topje maken. En ik dacht, oh, dat is eigenlijk een perfect patroon om te doen. Nu, ik heb vanachter ook een naad. Nu, achteraf gezien had ik het anders kunnen doen, maar dat had ik niet door toen ik het deed. Maar ik vind de naad eigenlijk ook niet... Niet storend als dat zo op uw achterkant zit. Hij is eigenlijk ook wel heel mooi gelukt. Dus het is een vrij lang topje. Maar perfect voor in de zomer aan te doen. En vrij lang is op zich ook niet zo erg. Als ik... Ja, nee, daar kan ik eigenlijk geen stuk meer tussenuit halen. Nu had ik nog andere stofjes over. En ik dacht, goh, daar kan ik ook nog... een topje mee maken. Maar dat, ondanks het feit dat dat het tweede is dat ik heb gemaakt... Nu, ik moet er nog eens even met mijn strijkijzer over. Misschien dat het dan iets beter wordt. Ik ben met de pasvorm niet zo gelukt. Het is hetzelfde modelletje. Maar ik heb het in 2 stofjes gemaakt. En ik denk, omdat deze stof qua kwaliteit een heel pak zwaarder is dan deze stof, dat het misschien toch niet zo een heel goede combi is. Nu, wat ik zeker ga proberen, want het is ook lang, is omdat ik toch die 2 stofjes aan elkaar heb gedaan, om daar in het midden een stuk daartussenuit te halen. Dat eigenlijk die lijn zo net onder mijn borsten komt. Dat je zo... nu komt die eigenlijk een heel stuk lager, maar ik denk het is wel mooier als ik daar een stuk tussenuit haal en dat dit stuk echt zo een topje is en dat dit er wat onderaan floebert. Maar dat moet ik nog doen. Daar ben ik nog niet toe geraakt. Nu, ik vind de combi van de stofjes eigenlijk wel grappig. Maar ja, het zit niet mooi aan. Ik heb het ook al, omdat het echt te ruim was, heb ik het ook eventjes in de wasmachine op 60 graden. Ik zie dat ik hier eigenlijk... Precies, nog eens langs met mijn naaimachine. Op 60 graden gewassen. Ik dacht, ja, dan gaat het wat krimpen, maar eigenlijk zijn ze niet zoveel gekrompen. Dus het heeft niet echt geholpen. Maar, maakt niet uit. Ook al, als het niet lukt, ja... Ik ga er geen traan om laten. Het was echt maar overschotjes. Zelfs niet genoeg voor een heel topje van te maken. Dus het zij zo. Het is niet zo erg. Was er nog iets dat ik wilde vertellen? Ah ja, ik had hier nog voor mijn ander t-shirtje heb ik ook nog deze wolletjes. Die zijn van Schaap en Draak. Die heb ik denk
nog op de handwerkbeurs in Gent in 2019. Dus die liggen al even in mijn voorraad gekocht. Mocht het nodig zijn, kan ik die daar ook nog altijd in verwerken. Ik heb daar al regenboogsokjes voor mijn nichtje van gemaakt. Maar ik heb eigenlijk nog heel veel over. Dus, maar ik weet het niet goed. Misschien vind ik ze ook gewoon te fel om in dat t-shirtje te doen. Maar mag niet. Ik krijg vanzelf een bestelling. Ik ben zo eens aan het denken of dat ik nog iets moest vertellen. Misschien eventjes over dit weekend nog vertellen. We zijn een paar dagen naar Genk geweest. Mijn man en ik, wij fietsen heel graag. En dat hebben we ook gedaan. We hebben echt 3 dagen gefietst. En donderdag zijn we wel leuk gaan lunchen ergens in centrum Genk. In een cafeetje. Noemde dat een cafeetje? Tea room. Ik denk dat we dat een tea room noemen. En dat was eigenlijk ook een wolwinkeltje. Nu, het winkeltje zelf was niet open op dat moment. Maar ze hadden daar wel toffe wolkjes die ik toch even mocht bekijken. En ik had daar 1 wol gezien. En dat is van Annel de Eco Wool. En die is ongeverfd, maar je hebt hem wel in verschillende kleuren. Hè? Zoals de schapen er zijn in de verschillende schapenkleuren. En ik denk dat ik die wel eens ga kopen, want ik wil al een tijdje zo een beetje een losse kabeltrui breien. En ik denk dat die wol echt perfect is om een kabeltrui te breien. Was ook lekker zacht, maar toch rustiek. Niet te dun garen, echt goed dik garen. Dus die ga ik zeker wel aanschaffen, denk ik, binnenkort. Al heb ik nog heel veel andere dingen om te breien. We zien wel. Veel plannen, maar wat te weinig tijd. En ik heb nog 2 kleine dingen gekocht. Gisteren was het Marktistiek in Antwerpen. Dat is hier niet zo heel ver vandaan. En dat is eigenlijk een klein marktje, een makersmarktje met allemaal mensen die eigengemaakte spullen verkopen. Dat was heel gezellig. Mijn collega stond daar ook. En ik ben er eigenlijk echt wel heel sterk over aan het denken om in september zelf er ook mee een standje te gaan staan. Ik vind dat wel heel spannend. Ik weet niet of ik het durf. Maar ik denk het wel. Ik denk dat ik het wel ga doen. Mijn collega heeft zoiets van, kom aan Joke, doe dat maar. Dat is tof. Nu is het marktje is ook eind juni nog, maar dat is op dat moment is dat even op het werk een heel drukke periode, dus dat ga ik niet doen. En dan in juli is het niet. 2 keer in augustus, maar net 2 keer als wij op vakantie zijn, dus dat gaat niet lukken. En dan 17 september ook nog een keer. En ik denk dat ik er dan ga staan, is een keertje proberen en uitvogelen of het iets voor mij is, ik weet het niet. Ik ben er gisteren naartoe geweest en ook om te netwerken is dat wel echt een goede plek. Omdat daar echt wel mensen komen die allemaal geïnteresseerd zijn in handgemaakte en zelfgemaakte spullen. Nu, ik ben mijn collega daar een goede dag gaan zeggen en ik kon natuurlijk niet met lege handen naar huis komen. Ik heb nog iets voor de mama gekocht en ik heb ook nog iets voor mijzelf gekocht. En dat is een klein tasje, handgemaakt door, ik weet niet of je het kan lezen, Madame Grieze. Dat is dus mijn collega. En zij naait heel graag, dus zij heeft echt heel prachtige tablethoezen, make-up, zakjes om die in te doen. Hele mooie kussens. Die kussens waren echt heel, 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 heel mooi. Zij zeefdrukt ook, dus zij zeefdrukt daar stof. Daar maakt haar spullen van. Ze gebruikt ook
oude jeansbroeken, iets wat ik zelf ook heel tof vind om te doen. Dus ze gebruikt oude jeansbroeken, maar ook oude reststoffen van gordijnen of van... Ja. Dus ze probeert ook veel materiaal te recycleren. Echt, en het is ook gewoon een heel toffe madame. Dit heb ik ervan gekocht. Dit is blijkbaar van wasbaar papier. En ik zaad ze ook in het zilver, maar ik vind dit ook heel tof. Dus ja. Ik zet haar website ook hier beneden. Ik denk ook dat ze een website heeft. Ze zit zeker op Instagram, dus dat zet ik er zeker onder. Ik weet niet of dat ze ook een website heeft. Als ze een heeft, zet ik die hier ook beneden. Maar ze is waarschijnlijk ook eind juni op Marktistiek in Antwerpen. Dus woon je in de buurt, ga zeker eens even langs. Kijk. Dus dat heb ik daar gekocht. En dan heb ik nog iets gekocht. En dat is... Ja, dat ziet er niet zo heel spectaculair uit, maar dat is dit. En dat is een amberblokje. Voor de mensen die ook naar It's a Sarah kijken. Sarah heeft het er ook over gehad. En ook op de makersmarkt. Wacht een secondje. Stond een dame. Ik ben even kijken of ik haar naam. Nee, haar naam stond er. Staat hier niet op. Melissa. Melissa stond daar ook van. Meld. Dat is haar kaartje. Ik vind het trouwens een heel mooi kaartje. Ja, op de achterkant ook. Ze heeft ook Instagram, Facebook, Pinterest en een website. Meld Antwerp. Zij verkoopt zelfgemaakte kaarsen. Zo in van die potjes, zoals hier staat. Ah, hier staan ze trouwens ook. En ze heeft ook amberblokjes in heel veel verschillende geuren. Ik kon echt niet kiezen. En ik heb uiteindelijk voor de meest subtiele geur gekozen. En ook, want ze had ze ook in heel veel verschillende kleurtjes. En ook in een neutralere kleur. Het is de bedoeling dat ik daar ook een stukje van bij mijn wol ga steken. En ze zei ja, als je iets pakt met een felle kleur, moet je wel opletten. Want als het warm wordt, kan dat een beetje kleur afgeven. Ze zei ook wel erbij, als je het in een linnen zakje steekt, dan gaat de geur nog wel zich verspreiden, maar gaat het niks meer, geen kleur meer afgeven. Dus, maar ik dacht, als ik nu een neutrale kleur pak, dan gaat het geen probleem zijn. Ik heb eventjes getwijfeld voor er nog meer mee te nemen, maar ik dacht, ik moet eerst even kijken of dat het mij bevalt. Nu... Tot hiertoe bevalt het mij prima. Well, de geur is nogal stevig. En ik moest eerst ook kijken of dat al mijn huisgenoten dat fijn vinden. Ik vind dat zelf wel leuk om zo een lekker geurtje in je huis te hebben. Maar niet iedereen hier in huis houdt daar van. En daar moeten we natuurlijk rekening mee houden. Voor de rest was het marktje gisteren ook echt supergezellig. Dus ik zou zeggen... Ga zeker eens kijken. Er was heel gevarieerd van schilderijachtige. Alleen, maar het was niet enkel geschilderd hoor, maar dingen voor aan uw muur. Die gedrukt, maar ook gevilte spullen. Heel veel, wel wat oorbellen, zeep, gehaakte spullen, genaaide spullen, gebreide spullen. Ik heb geen sokken gezien. Nog andere juwelen. Wat stond er nog allemaal? Ik weet het al niet meer. Ik heb geen beeldmateriaal gemaakt. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar ik had er uiteindelijk gisteren niet zo heel veel zin in. Zeker is de moeite om ook op de website te gaan kijken. Daar denk ik dat ook wel de namen van standhouders staan. Dus als je eens iets zoekt, het is altijd fijn als je een cadeautje voor iemand zoekt en je kunt echt zoiets handgemaakt geven. Je
Je betaalt dat wat meer, dat klopt, maar je hebt wel iets heel uniek in je. Je hebt wel iets uniek. En dat is wel het fijne. En ook iets dat goed gemaakt is. Allee, dat is toch de bedoeling, hè. Kaarsen waren er eigenlijk trouwens veel. Kaarsen, ja, juwelen, kaarsen, dingen voor aan de muur. Kleding. Kleding was er ook. Ja, was ook kleding. Hout, er was ook iets met hout. Ja, er waren ook juwelen van hout. Dat was wel speciaal eigenlijk. Dat was wel mooi ook. Nu, ik had zelf wel oorbellen gezien die ik tof vond, maar ik vond ze toch iets... Ze waren wel juist geprijsd, maar ik heb net een smartwatch gekocht. En dat was ook aan de prijs. En ik had zoiets van, goh, nu nog een paar oorbellen. Ja, heb ik voor gekozen om het niet te doen. Ik heb wel haar kaartje mee. Ik zal anders kijken of ik het... Ik heb het niet direct hier. Of dat ik de naam van haar winkeltje hier ook nog onder kan zetten. Dat zou wel tof zijn. Dus alle info vinden hieronder. En ik ben weer aan het leuteren. Ik wil eigenlijk afsluiten, want ik wil naar mijn werk. Ik heb geen vaste uren op mijn werk. Dus ik kan zo'n beetje kiezen wanneer ik ga werken. Voor mij werkt dat super goed. Maar met andere woorden, ik heb eigenlijk een heel fijn weekend gehad. Daar had ik het over. Donderdag gaan lunchen in dat leuk tea-roompje met wol. Vrijdag zijn we naar Bokrijk geweest. Dat is eigenlijk ook altijd leuk. En daar stond... Oh, dat was ook wel tof nog. Daar stond iemand te weven met zo'n gigantisch weefgetouw. Echt zo heel groot. En heel fijne draadjes, ongelooflijk fijn. 12 draadjes. Ik weet het niet meer. Je deed heel weinig per uur. 12 centimeter per uur, maar dat lijkt me nu al heel veel. Het was echt heel... Het was hallucinant, maar zo'n fijne stof. En om heel het weefgetouw op te kunnen zetten, dus voordat je kunt beginnen weven, kostte dat al 4 weken als je het met een aantal mensen deed. En als je het alleen of met 2 was het 6 à 7 weken voordat je nog maar kunt beginnen met te weven. Dus je moet niet denken dat... zo van die hele fijne stoffen vroeger, dat kostte ongelooflijk veel geld. Want dat ging niet vooruit. Dat was... Ja, ik was er even van onder de indruk. Nu kopen wij ons kleren en we doen die weg in echt zo fast fashion. En als je dan ziet dat zo... Ja, als je dat allemaal met de hand moet doen... dat is immens eigenlijk. Hè. Maar wij als creators en als makers en als handwerkers, wij weten dat natuurlijk al lang. Dus vrijdag hebben we Bokrijk gedaan. En zaterdag zijn we ook nog gaan fietsen. En hebben we ook eventjes in de Sea Mine in Winterslag geweest. Was ook wel best indrukwekkend, vond ik. Ik ben eigenlijk zelf totaal niet bekend met het steenkoolmijnenverleden van België. Ik weet natuurlijk wel dat er geweest is. Maar om zo'n aantal dingen te kunnen zien... Nu, je kunt daar niet echt in een mijn of zo. Dat gaat niet. Maar je hebt natuurlijk nog zo die grote mijnbokken, heet dat. Mijnbok, waar dat de lift in zit. En ook... je kunt daar ook gaan kijken naar verhalen en zo van mijnwerkers. Ja, dat is op zich wel heel indrukwekkend. Ik vond dat wel indrukwekkend om te zien. Dus dat was wel fijn. En eigenlijk, de Seaman is eigenlijk ook gewoon een heel fijne plek nu. Om ietsje te eten, ietsje te drinken. Om even te zitten, om even tot rust te komen. Nu, in heel het weekend heb ik meer dan 100 kilometer gefietst. Wat dat toch best wel behoorlijk is. Maar dat was wel heel fijn. Beetje buiten zijn met tweetjes. Beetje
lekker gaan eten, lekker ja, even gewoon ertussenuit, kopje leegmaken, was ook wel eens nodig. En nu ga ik echt stoppen, want ik wil graag naar mijn werk, dat ik toch op tijd kan stoppen straks. Ik heb op zich geen afspraken vandaag, dat valt al mee. Ik moet alleen zien dat ik mijn les voor morgen voorbereid heb. Maar dat komt helemaal in orde. Dus, tot de volgende keer. Hopelijk gaat er nu wat minder tijd tussen zitten. Nu, ik denk het wel, want op zich, nee, ik wou zeggen, staat er niet zoveel op de planning. Maar dat klopt ook niet. Komend weekend heb ik nog een rustig weekend. Weekend erna moet ik toch een keertje op zaterdag werken. En daarna is het Worldwide Knit in Public Day. Misschien moet ik daar ook al wel eventjes iets over zeggen. Ik geloof dat het ministerie van Gebreide Zaken organiseert hem hier weer in het Antwerpse. Maar ook in Mechelen organiseert er iemand iets. Ik ga zien dat ik dat tegen de volgende keer probeer wat meer gedetailleerd. Oh, wie was het nu weer in Mechelen? Ik moet nog een beetje kiezen waar ik naartoe ga. Antwerpen is natuurlijk het meest dichtstbijzijnde voor mij. Mechelen is een uurtje fietsen, waar ik helemaal niet zo mee in zit om te doen. Maar dat is natuurlijk iets verder. Maar ik ga hierbij afsluiten. Tot volgende keer. Bye.